Als eerste beginnen met Pauline Kersjes. Die heeft een gedicht geschreven en die zit op het Vechtdal College. En die zal het aan ons voordragen. Oorlog. Mensen vinden oorlog niet veilig. Op de wereld is veel haat, geweld en bedrog. De mensen zijn bang, want in de oorlog gaat iedereen zijn eigen gang. Mensen leven in armoede en de huizen zijn verwoest. We denken aan Anne Frank. Dat was in de Tweede Wereldoorlog. Er was veel geweld en strijd in die tijd. Sommige mensen kregen ook spijt. Oorlog zal in de wereld altijd blijven. Maar ik hoop dat we het hier nooit krijgen. Dan krijgen we nu een gedicht van Sarah Bos, leerling van de Groen Verprinsenschool. Open je ogen. Vreselijke dingen die gebeuren. Slavernij en bommen. Mensen zijn bang en durven niet naar buiten. Open je ogen en laat ze toch vrij. Doden die vallen, door kogelschoten. Mensen die altijd werken, ze mogen niet stoppen. Al dat verdriet, overal om ons heen. Open je ogen en laat ze toch vrij. Nu is het anders. Mensen gaan waar ze willen. Iedereen, gelijk, zoals het hoort. Mensen kunnen lachen in plaats van huilen. Ze hebben hun ogen geopend. Ze laten je vrij. Bedankt. Dan krijgen we nu een verhaal van Ben Visco. Dat gaat over de razzia op 20 februari 1944. Die heeft plaatsgevonden in de drie kerken in Delfzijl. Beste mensen, jongens en meisjes. Van kerken mag je verwachten dat ze in tijden van nood veilige havens zijn voor hen die zich om bepaalde redenen moeten verstoppen voor een vijand. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben veel kerken er ook blijk van gegeven dat door de Duitsers gezochte personen die moesten onderduiken er ook een veilig neerkomen hebben gevonden. Echter, de vijand heeft deze gastvrijheid van kerken niet altijd geëerbiedigd. Dit was helaas ook het geval bij ons hier in Delfzijl. Op 20 februari 1944, nu alweer 70 jaar geleden, hielden de Duitsers een razzia bij drie kerken. Te weten, de katholieke kerk aan de Lange Wijk, de hervormde kerk aan de Hoofdvaart en de gereformeerde kerk aan de Lange Wijk. Dan krijgen we als eerste een bloemlegging door de kinderen van de Groen van Prinsenschool. Bloemlegging door kinderen van de Eiber. Krijgen we nu de kranslegging door vertegenwoordiger van de gemeente, de heer Dirk de Valk, en het plaatselijk belang, de heer Gerrit Schipper. Thank you.
krijgen we nu de krans en bloemlegging door de scouting. Is er nu de gelegenheid voor alle anderen die een bloemlegging willen doen? Salut. Salut af.